Welkom bij Rijnmond. De coronamaatregelen worden langzaamaan versoepeld. Dat betekent dat mensen met contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, vanaf maandag weer aan de bak kunnen. Ja, toen het nieuws kwam, waren ze dan ook uitzinnig van vreugde. Een groot feest hier gisteren, wat ik zeg. Dat je de finale van Feyenoord, de Europa Cup had gewonnen. En einde van het liedje of ik de marathon had gelopen in een hele goede tijd. Dus zo voelde ik me echt. Zeg maar. Alles kwam er even uit. Alles kwam eruit. Ik heb 2,5 maand in pak en as gezeten, onzeker. Het is nu nog steeds niet zeker, maar ja, we hebben nu weer een lichtpuntje. En ja, we kunnen gewoon weer gaan rocken. En gewoon gaan knallen. Gewoon mooie kapsels knippen en Rotterdam blij maken met een mooi kapsel. Ik kan me voorstellen dat als je als kapper over straat loopt, al die grasmat in mensen nek nu. Verschrikkelijk. Ja, ja, echt bijna dat je zo'n schaar in je tas wil hebben. Maar ja, 1,5 meter afstand, dus dat gaat niet. Nee. Nou, gelukkig hoeven ze geen schaar uit de tas te trekken om achter mensen aan te rennen. Want vanaf maandag kunnen de kappers dus weer helemaal los. Maar dat betekent trouwens niet dat alles meteen weer helemaal als vanouds is. Dus sowieso 1,5 meter tussen de werkplekken. Nou, dat kunnen we heel goed realiseren hier. Wij deden sowieso op afspraak. Te veel mensen in de zaak, dan zouden ze toch buiten moeten wachten of op een later tijdje terug moeten komen als ze er eerder zijn. Ze hebben de afgelopen maanden hier niet stilgezeten. Ze zijn keihard aan het verbouwen en ze hebben nu nog 4 dagen om de zaak helemaal aan kant te maken. En hier kunnen ze echt niet wachten tot ze weer open gaan maandag. Liefst een slaap wil nemen en dan maandagochtend wakker worden en dan mijn broek aan en gaan. Weer frisse start.